idee. Zijn we live? Volgens mij zijn we live. Don, we zijn live. We zijn live. Hallo. Hey. Don is dead, bro. Don. Are you dead, bro? Oh, fuck. Fuck. He is fucking dead, bro. Wow. Kwam even een zieke advertentie in mijn eigen stream in één keer voorbij. Jesus Christ, man. Hebben we allemaal weer even zin in een livestreampje, jongens? Ik namelijk wel. We gaan lekker Call of Duty doen. Call of Duty Modern Warfare natuurlijk gewoon echt een heerlijk spelletje. Don en ik gaan dat samen spelen. Er is ook een Battle Pass natuurlijk nu gedropt in Call of Duty. Wat belangrijk is om te vertellen is dat het gewoon gratis is. Voor iedereen is de Battle Pass gratis. Alleen heb je... de lokdingetjes. Die unlock je dus alleen... het kopen. Bam. 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 Oh, damn, is satisfying, ouwe. Oh, shit, bro. Hartstikke idee. Ik ben dus al gelijk tier 20 omdat ik hem heb gekocht. We hebben trouwens 1283 kijkers. Dat is best wel insane. Dank jullie wel voor de support. We gaan dus een avondje lekker Call of Duty spelen. Don en ik samen. Don is te zien hier onder mij. En ja, het wordt gewoon leuk. Is mijn geluid goed? Is Don's geluid goed? Is het geluid van de game goed? Laat het natuurlijk ons allemaal weten. Maar wat ik dus wilde vertellen over deze Battle Pass, wat ik heel erg belangrijk vind ook om te vertellen, is dat je hem niet per se hoeft te kopen om er gebruik van te maken. Er zijn gratis skins en wapens en et cetera. En er zijn betaalde dingen. Eigenlijk net zoals in andere games waar je Battle Passes gewend bent. Dus... je hoeft hem niet per se te kopen, je unlockt vanzelf dingen, maar als je de Battle Pass wel koopt, kan je meer unlocken. Dus ik ben nu tier 20 en uiteindelijk willen we natuurlijk helemaal naar die tier, motherfucking, bijna, tier 100. Ja, deze willen we uiteindelijk hebben, weet je wel, de Forest Ops Legendary Skin. Ik vind het sowieso allemaal echt pauperfet wat je allemaal kan doen. Laten we eens even kijken wat we allemaal unlocked hebben. Volgens mij is het sowieso echt best wel veel, weet je wel. Hij is best wel vuil. Hij is wel lekker. Dat vind ik fijn. Hier, Riot Shield, lekker. Ik heb echt zin om een potje te doen. Ik ook, maat. Ik ga er ook gewoon even snel doorheen. Operators. Oh, maat. Ik heb dus nu ook gewoon... Boom! Hier! Charlie heb ik geunlocked van de SEALs. Damn. Damn, wat nog meer. Wow! Domino. Damn, mijn geluid staat hard, bro. What the hell, bro? Oké, good shit, good shit. Ik heb echt van alles. Field upgrades. Yo, what's up, Don? Killstreaks. Oh nee, ik zag iets wat me opviel. Je zag iets wat je opviel. Oh, mijn telefoon, yeah. Wat lekker duidelijk, yeah. Kortom, allemaal dingen dus die je kan unlocken. Don, zullen wij gunfight doen? 2 tegen 2. Of multiplayer. What you want? What you want? Ik vind 2 tegen 2 vind ik niet... Oké, laat de kijkers beslissen. Of 2 tegen 2 of gewoon lekker multiplayer... Kijkers! Multiplayer elkaar pot schieten. Je moet je mic even dicht bij je mond doen. Oh, ik hoor mezelf namelijk echt heel hard. Ja? Oh, valt... Hoor jij me niet zacht? Nee, ik hoor je niet zacht, maar soms val je weg. Dus ik denk dat jouw spraakactivatie best laag staat. Op Discord zelf. Oké. Maar, ja, laat de kijkers maar beslissen. Willen jullie 2 tegen 2? Willen jullie 2 versus 2 game mode? Of willen jullie gewoon normaal multiplayer online domination, et cetera? Dat soort cheat. Let us know. 2v2, zegt iemand? 2 tegen 2, 2 tegen 2, 2 tegen 2, multiplayer, 2 tegen 2, 2 tegen 2, 2 tegen 2. Oké. Bro, check it. Check it yourself. Echt letterlijk iedereen wil dat wij 2 tegen 2 gaan doen. Wauw, ik vind dat echt een kut mode, maar let's go. Meeste stemmen gelden. Gunfire, nee, toffe bro. Mode. Nee. Ik heb gewoon een voorkeur naar multiplayer, maar het is allebei leuk. Het is allemaal leuk. Maar de multiplayer... We wisselen wel gewoon af. Normale multiplayer gaat mijn veruit mijn voorkeur naar. Nee, het is gewoon... het is gewoon een leuke game mode. We wisselen wel af. Alleen het is meer dat... dan ben je heel erg afhankelijk van elkaar. Ja, maar dat is toch juist tof. Ja, oké, dat is waar. Want die paupers online word je ook niet happy van, hoor. Even kijken, wat hebben we hier allemaal? Wat nee, die zijn wel veel aan het campen. Bij een gunfight kan je moeilijk campen, houden, want dan moet je... Maar niet meer nee, je moet wel. Oh, okay. Hey, hello, guys! How you doing? Hello, guys. Hi. You like my... Ha! Wiener.
Zo mooi om in-game even met ze te praten. Maar horen ze mij ook? Wie? Ja, dat klopt wel, ja. Maar wij horen elkaar gewoon op Discord, ik heb ze gewoon gemute. Pijn, jongens! Een lekker 2 tegen 2 mappie is dit natuurlijk. Zo, als ik deze map speel, heb ik pijn. Gunfight. Pijn. Eliminate all enemies or capture the overtime flag to win. Eliminate all enemies. Eliminate all enemies. Hey, gast, mijn controller werkt niet. Jawel, die werkt wel. Mijn controller werkt niet. Last man standing, finishing. Hey bro. Oh fuck bro. Ik was even meestelling aan het doen. Mijn controller doet het niet. Plug hem even opnieuw in. En anders moet je even in je options, moet je keyboard en mouse even disabelen ofzo. Daar was een trucje voor. Hoe doe ik dat? Drie opties. Ik heb er eentje dood. Oh, hij is git, man. Hij is zwaar git. Fuck. Forget that round. On to the next. Want je controller die werkt gewoon, man. Die is gewoon goed aangesloten. Right, move your ass. Ja, ik heb geen idee hoe dit werkt, hou. Keyboard, mouse. Volgens mij moest je je keyboard en mouse disable of zo. One round gone. We're not dead yet, are we, lads? Controller. Er was iets wat je moest doen. Het is voor het eerst dat iemand namelijk op die PC met controller gaat spelen. Ja, het kut. Heb je het draadje opnieuw erin gedaan? Het werkt ook. Leave match. Oh, leave match. Leave match to change. Wat? Leave match to change. Oké, ja, doe maar. Oh, ik heb nu gewoon mijn hele game afgesloten. Wat de pauper, maat. Ik quit to desktop. Toen was ik helemaal ik weg. Oh, ik ook. Oké, ja, doe maar gewoon dan. Volgens mij heb ik ook jouw controller pas ingestopt toen de game al aanstond. Dus dat kan bij jou de reden zijn. Ja, start even opnieuw op, jongens. Omdat onze controller niet werkte. Mijn geluid staat sowieso echt hard van de game, gast. What the fuck, maat. Gewoon eerreep hard. Het geluid van het spel staat te hard, Roy. I know. Ik ga het fixen. En het geluid loopt achter. Welk geluid loopt achter van de game? Kamer op. Dat AQ Helos my sights. Want ik heb het gedelayed. Maar daar ga ik dan ook even naar kijken. Hier, audio. Hoe kan het zo verschrikkelijk hard zijn? We willen gewoon alles naar dit. 0,5. Oh ja, classic. De classic hitmark sound, dat is goeie. Oké. Shit volume. Oh, het moet ergens kunnen, maar... Werkt je controller nu wel? Nee, maar hij werkt niet in-game. Ja, maar dat moet je instellen. Dat moet je dus echt instellen. Controller. Oké, wacht. Ik ga even met je meekijken. Controller. Button layout, bla bla bla. Dit is allemaal niet wat je nodig hebt. Want er stond iets wat je alleen... wat zei je nou? Je kon iets instellen, het kon alleen buiten de game om ofzo. Ja. Oké, en dat is hier te zien, of niet? Waar was dat dan? Stond bij settings. General. Reset. Hier, input device. Input device moet de controller staan. Op bij general. Input device hier. Controller. There you go. Opslaan. Deze settings moet je opslaan. Ja, met je controller nu gewoon pakken. Vanaf nu alles met je controller doen. Niks meer met keyboard en mouse. Check even of die nog steeds daarop staat. Nee, gewoon met controller. Options klikken op je controller. Anders blijft die keyboard en mouse input pakken. Ja, general. Ja, oké, controller. Hij staat nu op controller, 100%. Ga ik jou weer inviten? Ja. Invite the party. There you go. Ik heb een geluid aangepast. Waarom zien jullie mijn game trouwens niet? Het is wel weer heel bijzonder te zijn. Echt heel bijzonder. Net zagen jullie hem wel gewoon. Klik alvast potje aan.
Ja, nee, want er is gezeik. Iets klopt niet of zo. Desktop audio 130 wordt vertraagd. Maar de game capture wordt schijnbaar niet 130 vertraagd of zo. Probeer het voor jullie te fixen, jongens. Dat jullie gewoon weer beeld hebben. Ik weet ook niet waarom er nu geen beeld is. Waarom mijn kalfje nu niet te zien is, zeg maar. I have no clue. Weer allemaal tyfuszooi aan de hand. Ja, daar is die weer. Top. Oké. Okay. Is het geluid vertraagd? Het geluid loopt gewoon goed. Dus het geluid met de van de game, dat loopt goed. Dat is voor mij even belangrijk. Laten we dat nu gewoon even testen. Don, we gaan weer 2 tegen 2 doen. Yes, let's go. Gunfight, ja. Oké, okay, nu gaat als het goed je controller werken. Het geluid van ons zou goed moeten zijn. Jouw mic moet schijnbaar harder. Mijn mic moet harder. Ja, even kijken of ik dat voor jou kan regelen. Denk het wel. Ik hoor je namelijk wel gewoon goed. Zo, even die gasten gemute gelijk. Ik heb Don wat harder gezet, jongens. Dus hopelijk is dat nu ook beter. Livestream blijft wel echt een vak apart, hoor. Dat is echt... Jezus, qua geluidssettings en alles en weet ik veel wat allemaal. Maar nu zou het goed moeten zijn. Ook qua geluid, zeg maar. Ik heb juist de grappigste meme van het hele jaar. Wessel, 3 euro. Wanneer ga je weer een keer GTA 5 doen? Of ga je wachten op GTA 6? Ja, het liefst wacht ik op GTA 6. Je adem is heel duidelijk te horen, Don. Op je mic. Ja, maar anders zeg jij weer dat ik hem te ver doe. Ietsje verder als het mag dan. Yes. Oké, okay, let's go, bro. Oh, what the fuck? Ze zaten achter elkaar. Ze zaten achter elkaar. Nice. Goeie. Nou, we kunnen lekker gaan gamen. Controller doet. Je controller doet weer. Je valt nu weer heel veel weg. Je mic. Ja, omdat die... Maar ja, dan moet je maar accepteren dat ik erin heig. Ja, precies. Oké. Okay. Eén dood. Ik heb er één dood. Goeie. Die andere loopt rechts in de hoek, volgens mij. Ah, mij. Ja, GG. Goeie shit. Oké. Goeie shit. Ze horen jou nu wel gewoon goed, dus dat is mooi. En horen jullie het gamegeluid ook goed, jongens? Dus loopt het gewoon goed met wat er gebeurt op het scherm? Zit er geen rare vertraging in of iets? Fuck is dit voor wapen trouwens, maat? Dikke. Oh, eentje is best wel hard gehit ook. Die staat daarachter. Hij stond rechts in de hoek. Ik denk dat hij nu naar links is gelopen, man. Het gamegeluid loopt achter. Oké. Okay. Oh, ik no-scoopte hem! Ja. Het gamegeluid loopt achter. In zijn piepie, jongen. In zijn piepie gewoon. Zo, ik hou van deze nieuwe kot, man. Ik zweer het je. Ik vind hem echt weer leuk. Hij is goed, hè? Oké, jongens. Ik heb weer even wat geprobeerd aan te passen. Laat maar weten of het geluid nu nog steeds achterloopt. Oh, dat is gewoon een claim, hoor. Oh maat, ik werd echt hit. Oh. 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 Fuck, hij is gestunt. Of geflashed. Hij staat rechtsachter. Ik heb mijn delay op mijn... Hey, was dat nou mijn claymore? Nee, dat is mijn claymore. Oh. Oh shit. Spannend aan ook zitten sprayen. Koopt het niet eens. Nice. Oké, ik heb nu de vertraging op het ding is uitgezet op het game geluid. Let me know of het zo wel goed is. Fuck. Ben je dood? Ja, nu wel. Game geluid loopt achter van de game.
Oké. Ja, het kut is dat ik het zelf nu even niet kan checken. Eentje is dead, bro. Ja, ik ben al dood. Oh. Oh. Hoe kon die eruit? Hoe kon die eruit? Laatste was lopen. Die andere. Maar ik had die ene nog wel. Oh, hij schoot me ook recht in de piep in mijn ass. Oh, leuke gamer, man. Ja, dat is top, hè. Beetje neer. Anders zit hij boven. Ja. Lekker! Oh! Goeie shit. Oh, ik zag hem niet eens, hè? Vertraging, jongens, ik weet het. Ik ga het na dit potje proberen op te lossen voor jullie. Doe mijn best. Als iemand je stunt in deze game mode, moet je gewoon gaan sprayen, maat. Hey. Zo, dikke! Schip in de nade, die is echt best wel weak, man. Ik heb eentje dood. Heel goed, die ander zit rechts daar nog. Die is heel weak, die is heel weak. Een paar kogels zitten, hij is dood. Dat is 20 HP. Ja, ja, ik heb hem. Beetje granaat, gast. Goeie shit. Wow, ik ga goed. Ja, dat is goeie shit. We deze game goed omhouden. Lekker, ouwe. Wow. Ik ga nu even mijn geluid checken, hoe die nu is. Heerlijk, jongen, Call of Duty. Echt weer heerlijk om even kot te spelen, ouwe. Even kijken, hoe is... Nostalgie. Dat is goeie shit. Maar dit is geen goed om, ouwe. Dat is goeie shit. Maar dit is geen goed om. Dat is goeie shit. Maar dit is geen goed om, ouwe. Dus hij explodeert. En dan hoor je later het geluid. Dus wat moet dan gebeuren? Dan moet mijn game vertraagd worden. Oké. Mijn game moet een vertraging krijgen. En dat zou... dit moeten zijn. Als ik dit... vertraag 580... ja, dan moet hij met 130 vertraagd worden. Dat is dit. Oké, ja. Ik heb nu een vertraging op mijn game gezet. Dus nu zou het moeten kloppen. Let's find out. Het gaat wel kloppen, minjo. Oh, we gaan gunfight doen in King. Dat is echt een heerlijke map, gast. Dit is echt een topmap. Oké, jongens, ik heb dus weer iets aangepast. Laten we even kijken of het nu klopt. Ik ga dit potje niet alleen streamen, maar ook opnemen. Zodat ik het zometeen even voor mezelf ook kan terugluisteren. Oké, there we go. We hebben een shotty eerste ronde, Don. Is het een shotty? Een shotty gunty, ja man. En ik ga ook zometeen de donaties behandelen, jongens. Dus alle donaties die binnenkomen, dank jullie wel. Oh, stop! Wow! Wow, ik schrok, yo. Yo, fuck, ik was, ik... Wow, ik schrok. Shock je kop. Ja, dat is, wow, dit... dat is zo kut aan deze wapens. Dan heb je dat mensen de pistool gaan pakken. Nou, ik shotgunde mijn pauper recht voor mijn raap, hoor. Jawel. Maar niet. Luisteren. Soundchecken. Fuck. Ik heb er eentje. Goed. Ik ben aan het soundchecken. Nee! Ja! Wow, maat. Wat een topspel is dit, joh. Ja, is het zo goed met het geluid, jongens? Top! Perfect, goed om te horen. Het geluid loopt nu toppie. Nice! Dank jullie wel, jongens. Dan is het nu officieel gefixt. Eentje neer. Ik heb hem. Lekker. Lekker, bro. Goeie shit. Voor mijn best een goed COD-team. Ja, het gaat best wel lekker, ouwe. Maar gast, ik ben slecht in gamen. Maar COD en FIFA zijn dit gaat je gewoon goed kan. Af, hoor. Ik weet het niet. Ja, het zijn enige spellen die ik... maar dat komt omdat ik echt zieke junk was. Aan COD vroeger, man. Echt ongeveer. Ja, ik ook. Niet normaal. Ik was er verslaafd, bro. Hij gamet ook gewoon echt lekker op zo'n goede PC is dit, hè? Hij gamet top, ouwe. Ben je dood? Oh, nee, ik had er één dood. Oh, die andere is heel weak in de rechter container. Oh, ik heb hem gehit met mijn nade. Lekker! Ik had hem zo weak gemaakt met mijn nade, gast. Woep! Was je dood? Lekker. Nee, ik was niet dood. Ik had er één gekild, die andere was heel weak. Hier, kijk, één kogel.
Ja, top. Maar ik heb jouw beeldscherm ook even aangepast. Je hebt nu 144 hertz. Het stond net op 56. Oh, dus dat wow. Verschil merk je denk ik wel, of niet? Lekker smooth. Juist. Oh, je hebt een tommel. Nu. Ja, lijp wapen dit, ouwe. Oh, dit is een sniper. Ik hitmark hem. Sniper, ja. Ja, het is dit daar. Oh, die is aangepakt. Waar zit die andere pauper dan? Geen idee, ouwe. Pushen. Hier, bij mij! Oh, hij heeft mij. Hij loopt met zijn pistool. Hij gaat hem cappen. Hij loopt nu een rondje. Nee! Net te laat, ouwe. Wow. Dat net te laat hoor, wat hij ging doen. Ik vind het vet dat bij deze kansie die gun zou vliegen als ze doodgaat. Ja, lijp hè. Dat is een lijpe feature die nooit was. Veel realist. Nee! Wat? Hij heeft me gewoon getroonknifed. Oh, hij weet die locatie gewoon. No way, bro. Ik ben echt aangepakt. Yo. Hij heeft me gewoon getroonknifed. Legit. Sick, gast. Heel sick. Heel sick. Echt heel sick. Jammer, jammer. Ah, hij wilde niet bukken. Shit. Oké, 3-3. Kom op, Don. Je hebt ook zwaar te kutten, jongen. Ja, ik werd echt ziek getroonknifed, gast. Oh, dit is echt pauper. Dat is wel leuk van deze game mode. De ene keer krijg je goede shit allemaal. Oh, ik ben wow! Wij zijn gewoon allebei gewoon gepakt. Oh, en hard ook. Ja. Ik werd precies op de andere manier gepakt. Ik ging zeg maar... Ja, hij doet die leaning. Weet je, ja, die leaning. Ik deed ook leaning, maar dan bovenop zo'n ding. Ik ga het nog één keer proberen als het nu weer fout gaat. Ik heb er één. Dan is het dus op links. Ja, hij heeft me ge... Zit hij er nog? Ja. Oh, hij is one shot! Ja, lekker. Heb hem. Goeie shit. Dit is een spannend potje, ja, hoor. 4-4. Echt heel spannend. Maar hij is letterlijk one shot. Nice. Oké. Ik spreide hem gewoon, jongen. En ik hitte één. Wat hebben we hier? Oké. Een deagle en een hybrid. Wow, klik eens op... Eentje neer. Ja, nu heb je hem voor dichtbij wapen. Ja. Goed, lekker. Nog één ronde, gast. Nog één ronde. Kom op. Winnen we, dan hebben we gewonnen. Ja. Kijk hoe simpel deze kill was. Nice. Spreed ook nog heel lang door. Oké, match point. Doe ze L3 als je mikt, dat is fucking brutal. I know. Eentje is heel weak. Hij staat daar achter de headcamp op links. Oh, ik ben ook Nee! Rechts loopt de andere man. In de container. Ja, daar dus. Wow. Oh, hoe kon hij mij hebben? 5-5. Oei. Oké. Het gaat nu om de laatste ronde, gast. Ik hoop dat er geen pistool aan mij door die rotzooi heen. Ja. Ja, triest. Geen pistol round, please. Come on. Ja, dan zijn we dead. Oh, fucking hell, bro. I jinxed it. I'm fucking there, bro. Ja, I'm fucking dead too. Ik ben hier zo slecht in. Fuck, was dat? Wow! Nee! Oh, ik kan zo niet tegen me verliezen. Zeker niet in Call of Duty. Oh, maat. Ze waren zo slecht, jongen. Gast, ik sprong bovenop hem, hè. En ik hoor, wat gebeurt er? Ja, ik sprong bovenop zo guy. Verschrikkelijk slecht in pistol round, jongen. Oi. Echt. Heel 2 versus 2 vind ik helemaal leuk. Behalve die pistol rounds. Dat vind ik zo naar. Oi. Oké. Ah, die pistol pauper. Ja, dat is echt pauper, mijn jongen. Ja. I got some chopping for a hair, bro.
Oh man, oké. Okay. We hebben donaties, best wel wat. Even kijken hoor. We beginnen bij Jim Veerman. Jim, denk ik trouwens. Met de 1 euro, dankjewel. Daarna Fiassi met de 1 euro, dankjewel. Bieten met de 3 euro. Yo bro, vraag voor Don. Mis je Frits de fiets niet? Zo niet, ik wil wel man. Ga je nog met kijkers spelen? Je had me nog geadd toen de beta er was. Misschien herken je mijn gamertag nog. Beaten op PS4. Nee man, ik herken je gamertag niet meer. Maar ik weet wel dat ik dat heb gedaan. En dat ga ik zeker weer doen. Lucas met 32, hey Roy, lof naar jou en naar Don. Dankjewel. En Gamer Joep met de 1 euro. Dankjewel, Gamer Joep. En Don, of jij dus Frits de fiets mist? Nou. Weet je wat het is? Ik word gedoublefired. I'm fucking dead, bro. Nee, je leeft nog. Ik word ook gedoublefired. Twee focus, ik stel zo aan. Oh, ik heb er eentje hard gehit. Komt er nu aan, denk ik. Waarom gebruik je deze kunnen als je een shotgun hebt? Raise your weapon. We're not finished yet. Nee, ik mis, omdat ik helemaal in de war was aan Fritse fiets. Ik kan echt niet, ik zat over twee dingen tegelijk. Oh. Ja, Fritse fiets mis ik, het maken van de serie mis ik niet, maar de fiets zelf wel, want die is gewoon kapot. Nee, de serie is uitgemolken. Ik heb 3 afleveringen gemaakt en dat is nou helemaal uitgemolken. Ja, hitmarker! Hier bij mij! Heb ik ook geen gehitmarkt. Nee! Waar kom hij vandaan? Hij komt van boven. Van boven! Maat. Heb ik weer. Oi. Oh, daar loopt hij dus, daar tegenover. Lastig man. Allebei. Hij had me ook in één keer gewoon. Terwijl ik mijn benen mee. Ja, gewoon. Pa. Oh. Oké, dit is wel een betere shotgun al. Maar alsnog. Heel fijn. Ik vind shotgun rondes wel lachen, ouwe. Wow, hoe dan? Rechts, man. Hij headshot me gewoon. Pak hem aan. Nog een keer, Don. Kom op. Oh. Wow. Ik had er wel eentje, man. Ja, hij had hem gehit. Nee, ik kreeg de kill omdat hij dood viel en ik schoot hem nog. Ah. Oh, wat een kut. Ja, ik ben het beste met gewoon een assault rifle, man. Als je mij dat geeft, dan ben ik best wel gewoon. Eentje git. Ik krijg natuurlijk weer fucking hitmarker. Ja, oké. Okay. Thank you, eentje dood. Ik weet niet waar die andere is, man. Oh, fuck. Zelfde plek. Loop via links. Daarboven. Je kan hem hiermee gewoon hitten, man. Pas op met pieken. Hij zit daar inderdaad. Wow. Ja, dat is fucked up. Op AP ga je het verliezen. Jammer man. Ja, kon niet anders. We moeten wel afgemaakt door deze gasten. Er werd gewoon een shootout, bro. Gewoon even andere tegenstander. Zo. We kunnen ze makkelijk hebben, man. Nou, net hebben we ook gewonnen, ouwe. Ja, kijk, nu hebben we een. Geen assault, prime. Submachine gun is dit. Netje dood. Ja, hier bij mij. Waar dan? Beneden of zo. Waar loopt hij dan, Don? Hey, hier gewoon boven, man. Hij is nu naar beneden. Ik zie hem niet, gast. Ik heb geen idee waar die is. Ja, hier in die container, ouwe. Ja, hij schiet. Je moet hem hebben, man. Hij is echt 28 HP, jij hebt 100. Hij heeft 28 HP. Waar zit in die fucking container? Ja, wacht maar gewoon. Ja, goed zo. Lekker. Eindelijk. Oké. Okay. We hebben een ronde. We hebben een ronde. Ja. Kijk, meer spray op die motherfucker. Joh. Kijk eens. Oké. Okay. Kim. Ik ga nu gewoon via beneden lopen. Sterf, eentje dood. Eentje staat achter mij ergens, volgens mij in het midden bij de container. Ja. Ja. Waar? In het midden nog steeds. Achter mij! Hij ambush mij! Hoe ga jij niet dood? Wow. Hoe ga jij niet dood?
Hoe de fuck ga jij die dood? Natuurlijk headshot je me weer, jongen. Fucking noob dat je bent. Echt waar. Kering, hoe ga jij niet dood, ouwe? Fucking. Dit is mijn favoriete wapen, ouwe. Hey! Hey! Wow! Nou, we staan echt in elkaar. Oh, ik ben een schietschijf. Ah, deze map kan ik echt niet, man. Ik ben echt niet goed op deze map. Oi. Deze map moet ik echt even heel anders gaan spelen dan ik nu doe, man. Deze map is sowieso... Ik verlies altijd met deze map, maar ik vind... Ik ben gewoon constant een schietschijf geweest. Ik stond op de hele tijd op zulke domme plekken. Gewoon op plekken waar je gewoon vanuit alle kanten belaagd kan worden. Terwijl zij de hele tijd sneaky maar een beetje zaten af te wachten. Wat een zieke... pauper tegenstanders, jongen. Oh, helemaal kriebelig van deze gasten, echt waar. Oké, kom maar tegen andere gasten dan. Zit nu tegen anderen? Ja. Vijf? Ja, pijn. Mooi. We kunnen nou met z'n vijf hier zitten. Zitten met z'n vieren. Oh ja. Oi. Zo. Net getriggerd, zeg. Er staan er vijf. Wat de hel? Wel echt leuk spel, maar ik ben echt aan het genieten. Ik zie het je. Nou, ik nu even niet. Ik ben me zwaar aan het ergeren gewoon. Ik ben op deze stand van net. Kelly Love, 3 euro, ben jarig en dan word ik 20. Dikke SO naar Roy en nog gefeliciteerd. Dankjewel. En jij gefeliciteerd alvast met je verjaardag, want jij bent morgen jarig. Gefeliciteerd, Kelly. No mistakes, no prisoners. Werkt hard. Ja, hij pusht, hij is achter je. Ja, ik ben dood. Hij gooit de Molotov cocktail boven op mijn hoofd. Boven op mijn hoofd. In één keer raak. Ik vind dit wapen sowieso ook echt heel power, man. Dit ding. Oh, ik ging dood door een gunshot. Ik dacht de Molotov. Ja, ik zei al, hij komt achter je. Wat hebben we nu? Ik had toch al dood gegaan eraan. Ja, dat is waar. Eentje is gehipmarkt, dat is die rechter bij mij. Eén dood? Ja, oké, die andere loopt rechts. Die is volgens mij één keer gehipmarkt. Die is 64 HP. Eén keer raken, dood. Oh, uit mij. Was ik oh ja, jij was ook al dood. Ja, ik had er eentje gehipmarkt. Oh, hij headshot me ook. Vies, joh. Pistol round. Ah, oh, mijn favorite one. Oké, blijf bij elkaar. Stok op elkaar. Wil je juist niet doen, maar met deze. Deze game moet je opsplitsen. Ja, ik ben weer dood. Eentje van links en eentje van in het midden. Ik ben ook dood. Oh, ik ben gebankt. We krijgen ook gewoon kutwapens, man. Shotgun, pistool, boutengolf. Dat zijn precies de wapens waar ik gewoon niet goed mee ben, man. Kijk, we schieten elkaar evenveel, maar ik ga even eerst dood. Ja, pistols zijn gewoon echt zo bout, jongen. Ik vind burst in het spel wel lachen. Eentje één keer gehit. Ja, eentje is weak. Ik word van links gehit ergens. Links in het midden, ik word geneed. Goed. Eentje dan. Waar is die ander? In je rug, denk ik waarschijnlijk. Links van je. Oh! Their confidence grows. Use it against them. Hij sloeg me in één keer dood. Oké, mogen we nu alsjeblieft een normaal wapen op bij voorbaat dank spel? In plaats van pistols en shotguns. Dankjewel. Hier komen we met 9. P90 gast. Legendary wapen in. Veel beter. Wow! Hoe OP is dit wapen, maat? Laat hem eens zien die replay. Ik was instant dood. Wow. Maar deze guys zijn wel goed te houden. Ze zijn eerlijk, ze hebben inzicht. Ja, dat wel. Maar ze zijn voor me echt een soort. We moeten ook zo even bij elkaar blijven. Ja, ze pushen gewoon hard. Ze zitten wel zwaar onder druk. Weer rechts. Eentje neer. Links. Nee, hij is rechts. Rechts? Ja. Maar hij gooide een beetje.
Ja! Nice. Finally, ouwe. Diego, 5 euro, Joroy en Don, alles goed. Dankjewel, Diego, voor de 5 euro. En met mij gaat alles goed. Alles lekker. Met jou? Zeker. Ja, maat, en even een Scar. Eentje links. Eentje links, dood. Ja, hier bij mij, die is niet bij mij. Achter de rode container nu. Ja. Ja, hij is gehit met mijn firebomb. Ja, bij mij ook. Gehit. Hij ligt daar ergens onder, denk man, of zo. Hij is sowieso er ergens vies aan het campen, watch out. Ik hou de vlag al gewoon in de gaten. Ja, hij is hier. Nice. Zo, in één keer weer twee rammen. Ja, nu gaan we in één keer wel weer oké, gewoon. Dus we willen gewoon iets voorzichtiger. Nou, ik was echt helemaal niet in de buurt bij jullie ook. Ik pak weer midden, gewoon. Kruid, kruid. Hij schiet op links. Rechts, rechts, rechts. Voor jou. Wow, fuck. I'm fucking dead, bro. Wow, oh, hij zit hier, waar zit hij? Gewoon midden in de rode container. Dat zie ik ook in de replay. Ja. Wow, wat is dit voor comeback, maat? Ja. Dit is goed shit, bro. Wat vies dat hij daaronder gaat liggen. Heel smerig. Oké, snipers. Oh ja, snipers. Goeie shit. Oh, maar secundair wapen is een oog, hè. Pas op. Fuck! Ah, in het linkerhutje, man. Linkerhutje, ja, mooie snipe. Oh, ik word ook gesniped. Ik had uiteindelijk gewoon nog 7 kills, maat. Wat is dit voor Pauper Pro dan? Hoe ziet hij mij ook? Nou, dat was niet heel moeilijk om jou daar te zien. Ja, maar zo snel. Hij kijkt en ja, dat wel, dat wel. Zag je wel snel. Nou, we hadden op zich nog wel een lekker comebackje, maar het was niet genoeg. Het was niet genoeg. Nee. Nou, dat was nog de helft. Het was niet genoeg, ja. Rank up. Rank up. Spagurp. Ja, nieuwe tegenstander. Level 1. Kennen we hier dan van wie niet? Nee, ze zijn gewoon level 70 en level 51. Jotso! Oh, je moest even inladen bij mij. Even inladen. Even inladen. Speedball. Speedball. Deze heb ik nog nooit gespeeld, deze map. Deze top, oh, deze top. Alleen pistol round is niet echt top. Wat een graphics heeft deze game. Ja, bizar, wow. Ouwe. Next level gewoon. Heel goed, heel goed. Bij mij, help! Ja, ik kom niet anders. Ze hadden me allebei, man. Ze komen vol op jou af. Volle gas gewoon. Achter hier nog één. Ja, daar. Die gast heet ook gewoon Easy. Wauw. Hij heeft gewoon de naam Easy kunnen claimen. Dat is wel echt leuk. Twee kogels. Ja, ik haat pistol roundje. Zo fucked up. Vroeger denk ik al, vond ik het leuk om in kot vol met die pistols te praten. Leg je neer? Ja, bij mij, bij mij! Wauw, hij was al aan het koeken. Goed gespeeld. Goed gespeeld. Wow, dat was een goede play. Dat was echt een goede play, ouwe. Diego weer met de 5 euro. Met mij gaat ook alles goed. Wat is jullie favoriete wapen? Top! Met mij, van mij is de M4A1 mijn favoriete wapen. Dat is echt knijts goed. Hoe? Wacht even. Wauw. Nee, ik wil mijn killcam. Oh, ik krijg mijn killcam niet. Wauw. Dat is echt heel lijp, ouwe. Echt heel lijp, gewoon. Gaan we weer voor een epic comeback? We waren net bij Joel Beukers, gingen we ook een epic comeback doen. Heb je er één? Ja, eentje. Mij bij mij.
Nee, hij is bij mij, hij is bij mij. Hij is fucking weak. Hij is fucking weak. Links achter de blauwe container. Daar. Daar zit hij, ja. 32 HP. Ja, goed. Lekker. Goeie shit. Goeie shit. Daarom, als je dood bent, gewoon gelijk call-out houden. Ook als je niet dood bent, trouwens. Ik wou net zeggen. Oh ja, 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 een Ram 7. Ram 7. Oh, eentje zwaar gehit. Maar ja, ik word natuurlijk weer geheadshot. Oh ja, daar liep er eentje. In die container waar je hem ingooide. Waar je hem ingooide. Daar liep er eentje net in. Ja. Ik vind wel dat je heel snel dood gaat, ouwe. Wow. Wat zeg je? Je gaat echt snel dood. In deze game? Maar dat ben ik gewoon niet gewend. Want bij Fortnite heb je natuurlijk die HP's. En deze game is weer even een throwbackie. Waar heb je het over? Ja, laat maar. Ik heb er één. Waar is die andere schiet? Oh, bij mij. Ja. Nice. Bij dit spel, of bij deze modus, het is echt zo dan... Dan kill je er één en dan die ander is er gelijk. Omdat ja, die mat zo klein is, weet je al. Rat erbij. Echt stressmodus on, gewoon. Niemand via rechts. Eentje nu. Die is dood. Anders via de midden. Hij is weak. Hij is weak. Hij is weak. Dat is echt heel weak. Zo'n beetje kogels. Ja, goed. Lekker. Nice. Was jij dood? Ja. Ik killed door de tweede gast. Deze guy die ik heel weak had gemaakt. Oh, lekker remote dit, jongen. Nou, nu wordt het nog spannend, ouwe. Ja, nu komen we wat toe. Check rechts weer gewoon. Iemand, eentje vier rechts. Hij gaat, eentje ja, weak, ja, eentje ja, weak. Dood. Die guy heeft een betere angle. Zijn er niet aan 1-3-5. Het is dat ik nog buk dan, veel eerder. Oké, wat ga ik nu krijgen voor wapen? Oké. Dit is een chill man, dit is gewoon een F en val. Oh. Eentje in het midden. Staat nu links op de pilaar. Eentje rechts ook, staat gewoon tegen ons aan. Zat gewoon één keer tegen ons aan, hou. Dikke harde tank. Zieke tactiek. Eentje bleef op afstand, bleef gewoon een beetje met die val op ons schieten en eentje kan ons gewoon halen. Those are some nice tactics, bro! 6-3, boom. Doe jij dat ook? Ga jij blijf ik hangen? Ja, dat deden zij heel slim, want ze hadden een shotgun en secondary. Wat doen, blijf ik hangen, ga jij pushen. Nee, maar dat werkt niet elke game mode. Dit was gewoon specifiek voor deze game mode wat goed werkte, omdat je een shotgun had en een afstandswapen. In één klas. Dus dan is het natuurlijk gewoon verstandig als één iemand even gaat rennen. Ja, oké. Dat was de grap. Ja, laten we het gewoon nog één keertje proberen. Als het niet lukt, dan gaan we wel gewoon normaal online spelen. Nog niet eens een tier omhoog. We krijgen nu heel. Oké, die is best wel goed. Dat is best wel een leuke map. Dat is best wel leuk. Gamegeluid loopt nog achter. Is dat zo, chat? Ja of nee? Want ik word er voor mijn gevoel best wel veel door gewoon getrolled ook in de chat. Ik kan het ook zo terugluisteren, dus voordat ik er iets aan aanpas, zou ik het sowieso eerst terugluisteren. Maar let me know, jongens. De mensen die gewoon een leuke stream willen hebben deze avond en niet zitten te kutten. Loopt het geluid gewoon goed, yes or no? Dus het geluid van de game heb ik het dan over. Eliminate all enemies or capture the overtime. Eliminate all enemies or capture. Kill them all or die trying. Oh, okay, deze. Ik heb er één. Nou, is die anders één keer grip en een deagle. Ja. Ik heb er nog één. Wow, goed. Ik had daar eentje kijken en dan hier die andere. Ja, jij zegt gewoon dat het geluid goed loopt. Top! Word je gewoon getrolled, houden. Ja, man. Dit is zo nep aan dit spel, jongen. Ik loop daar, ik hit hem vol als allereerste. Maar omdat hij mijn headshot schiet, ga ik in één keer dood. Oké, man. Rechts van je. Wat? Hoe dat?
Pistol round, bro. Fucked up. Fucked up shit, gewoon fucked up shit. Maar als je eenmaal raakt met zo'n zware pistool, is het echt lekker. Dit is beter, man. Als je ze raakt. Eentje helemaal achter rechts. Midden met de neden. Daar ja. Hij is één keer git. Ja, ik heb hem. Wow, hij blijft me dood. Hij is helemaal rechts. Ja, nice. Shit. Okay. Eentje dood. Nice. Maar ik ben heel weak. Ja, Hans zit bij mij. Helemaal daarachter. Ik heb hem geflashed. Ga erop af, ik heb nice. Hij heeft mij geflashed. Oh. Hij zit daar in dat gebouwtje, man. Hij is heel weak. Wow, hoe mis ik dit, man? Hoe mis ik dit? Zeggen, what the fuck, joh? Maar hij mist jou ook. Nou, dat is wel spannend potje, hou dit. Yep. Ik heb er eentje. Goed. Dan loopt hij nog één op dezelfde plek. Ja. Ga een nade op hem gooien. Oh, hij gooit ook een nade op mij. Ja, op mij, op mij. Ook door de bosjes heen, hè? En mij van de headcamp af. Wow. Ik was al weak door een nade die gewoon lucky op mijn hoofd werd gegooid, hè? Ja, hij zag me springen. Weet, dan heb ik de kans om te schieten. Dit wapen, joh, Emma. Je neer. Die andere vier rechts gaat lopen, not sure. Ik heb hem! Hij zat gewoon te campen, die leier. Ja, ja. Nice. Okay. Ik ben echt zo'n sprayer, hè? Dat zie je gewoon. Shotgunnerd! Gelijk pushen, gewoon ja, parkour. Leier het gaan. Oh, mijn flash down. Oh, achter mij. Waar de fuck? Ik heb er één. Ja, achter mij. Ineens achter mij. Ik heb hem gewoon nul keer gehoord. Ik was alleen maar aan het soundchecken, maar... Oké, je hebt 1 HP minder, dus als het op de vlag aankomt, moet je die vlag pakken. Als je die vlag niet pakt en hij pakt hem ook niet, verlies je het op HP. Waar zit hij dan? Daar dus. Je verliest het op HP. Je hebt ongeveer nog 3 seconden om de vlag te pakken. 2 seconden. Van 1 seconde. Gaat nooit lukken, maar hij zit bij die vlag. Ja, maar ja, dan kan je beter gewoon ervoor gaan. Als je wacht, gebeurt er helemaal niks. Want dan ga je sowieso verliezen. Dat je 1 HP minder had. En dat gaat dan op HP, zeg maar. Spannend potje dit. Maar als je goed weet, doe je toch lekker zelf? Ik zeg alleen waar het op staat. Oh! Oh! Ik had die andere. Wow, ik had niet verwacht dat ik deze ronde zou overleven. Ik was een zwaar dem. Oh. Dan switchen. Zo. Dat was mijn geluk. Wat hebben we hier? Oh, wat is dit voor lijp? Kilo. Nou, oh, die weegt kilo 141. Wow. Zitten alle twee in dezelfde hoek, man. En naast het paard. Best fijn. Ja, daar. Ja, dan weet je niet waar ze zitten, hè. Nee, man. Weer gaan zoeken. Ik kwam er net iets te laat achter. Maar ja, zo is het, hè. Zo gaat het en zo is het, meneer. Zo kids, dat, ja. Is er een matchpoint? We can't take another loss.
Time to push. Time to win it all. Time to push. Ja, bij mij links. Jammer. Oké, we gaan lekker iets anders doen. Fuck deze shit, ouwe. Multiplayer. Ja. Multiplayer. Ja! Ja, man. Ik vind deze modus een beetje too... Ja, hij is wel gewoon leuk, maar niet als je gefrustreerd bent, zoals ik nu. Dan ga ik gewoon te hard, ja, dan ga ik gewoon te hard pushen. Dan werkt het niet. Voor 2v2 gamen moet je echt gewoon constant na blijven denken en strategieën maken en zo. En als dat niet gebeurt, dan kunnen we beter gewoon lekker online spelen. Als dat niet gebeurt, bent u de poeper. Nou, sowieso niet zo'n grote map, want dan gaan ze allemaal zitten campen. Ken ik inmiddels wel. Ja, Search and Destroy. Zullen we dat gewoon doen? Search and Destroy? Dat is wel echt leuk, man. Ja? Ja, dat is wel echt leuk. Nou, nee, doe dan Domination. Domination, dan kan je echt kills harvesten gewoon. Ja, oké, kan ook. Ja, doe Domination. Dan kan je echt pushen en voor die vlag en dan harken. Gewoon binnenharken die kills. Dat ging vanmiddag ook heel lekker ophouden. Cool, let's go. Vandaag is echt weer de eerste dag in lange tijd dat ik echt weer game. Oké, als jij wil harken, dan heb ik het goed gemaakt, ouwe. Dan moeten we niet dit doen. Dan moet je Shoothouse 24/7 doen. Dan ga je harken. Deze shotgun. Chill. Wat ben je aan het doen, maat? ASMR. Hij is trigger. Kijk hoor. Flashcard. Oké. Work bij. Weg. Oké. Ik ben helemaal ready to go! Kom maar op! Toch maar wel Team Deathmatch? Nee, dit is Shoothouse 24/7. Krijg je hele andere game modes en zo ook. Oh. Maar dat is een hele kleine map, dus jij wilde constant schieten? This is what you get, ouwe. Dit is insane. Ja. Deze map is mooi klein. Daarom heet het ook Shoothouse. Ja, geloof me, dit is gewoon Rust 2.0, zo klein. Echt fucking dik. Dus dit ga jij top vinden, ouwe. Dit ga jij top vinden, geloof me. Mijn stoel is zo warm, het voelt letterlijk als stoelverwarming. Zo warm. Ja, echt. Wil je de airco aan? Nee. Oh. Ik wil gewoon lekker... Hey, wow, die guy lijkt op QC, maat! Wow! Ook dat past. Mijn game loopt vast, man. Nu. Ah, oh, hij is nu maar goed. Right. Oh, wow! Wow, gast. Waar ben jij? Lekker, hoor. Oh, fucking. Precies wanneer ik het zeg. Ik ga best wel lekker, hoor. Ik ging 5-0. Boom. Proximity mine. Of zo. Wow, ik heb een kill en een flash. Oh, ik heb een radar gehad. Maar het zijn best geen moeilijke tegenstanders, man. Maar jij maakt al lekker wat kills, hè? Ja, gaat best wel lekker, hoor. Wow, die missile, bro. Je kan ook doorclosen en zo, dat is echt leuk. Oh, fuck, I'm fucked. Wow, maat, die was heel slim. Oh, hij lokt hem uit het gebouw met een neetje. Echt wel lekker, hoor. Ik kook op voor mij.
de hoek om. Ja! Oeh, hoe gaat dat dood? Ik had een fucking fuck hit. Ik heb, zet mijn radar in. Kijk uit man, hier zitten er een paar. Ik heb hem. Low ammo. Kut, ik heb low ammo. Oh, ze hebben gewoon 14 kills, Howardje. Grijp hem. Fuck! Eentje grip en shot die. Oh, daar lopen ze allemaal. Lekker wapentje dit, joh. Oké, één keer git. Waarom heb ik killed hem? Fuck! Wow! Mine! Wow! Die mines, ouwe? Daar word ik lijp van. Oh, wow, ik bommerde mensen, maat, maar dit is een vuil liep vast. Ik heb een kill. Fuck, zo liepen daar veel, joh. Spannen daar allemaal, gek. Hier. Normaal, joh. Wow, hier zitten er echt vier, gast. Wow. Gewoon gelijk een beetje. Ah, heerlijk. Fuck, loop ik gewoon net tegen iemand aan. Ik kon mijn teammate hem niet zien. Oh. Oh, mijn spel, man. Kan dat? Goeie pauper. Nee. Wow, hier leef ik uitgered. Dat heb ik echt geen idee van. Ik heb weer een UAV, man. Lekker houden. Wow, hij leende de hoek om. Ik had wel iemand met mijn claim, hoor. Lekker. Mensen lieven onze game echt hard, ouwe. Fuck. Wat lag jij vies te campen en nog heb ik jou, hoor. Ben je wel heel slecht. Wordt er nog eentje van die kant, Don? Ja, een bom mag erop. Wow, ik ga dood door mijn eigen bom. Oh, maat. Oh, waardoor werd ik gekild? Ik dacht dat het al voorbij was. Die Dead Silence in-game dinges is wel echt goed, ouwe. Dan kan je gewoon ook sneller rennen en zo. Dat is echt wel heel chill. Oh, een leuke kill. Yes! Oh shit! Wow, gast, hè? Ja, man. Prima. Oh, wauw. Pups is ook wel echt mijn ding, man. Ik ging niet heel lekker, maar ik had gewoon een paar keer zieke double kills. Hey, je hebt ook nog last kick ook, man. Yes. Holy shit. Ik echt zo lekker, man. Deze game hier echt zo. Goeie shit. Je had wel een positive ratio. Je ging gewoon 1.18. 13 om 11. Slecht. Oh, goeie shit. Nou, prima. Oh, ik heb een wapen unlocked. Die ga ik wel even... Nou, geloof me, als je echt een goed wapen wil gebruiken, moet je die M4 gebruiken, man. Die gebruik ik echt al de hele tijd, die is zo knijters. M4A1? Ja, man, die is echt pauper. Pauper goed. Het zijn allemaal van skins, trouwens.
camo's. Wat heb ik? Oh, FMJ. Oké. Cool. Nieuw domination, man. Domination shootout. Oh, dat is goede shit. Ja, oh. Wow, dit is een goede pot, dit is echt goeie. Oh, ik ben echt enthousiast. Hij is ook echt klein, die map, hè. Hoe chill is dat, jongen? Zit constant op elkaar. Ik ga je gewoon lekker pushen. Een beetje Nuketown vibes, inderdaad. Rust vibes. Ja, ja. Nou, rust heb je er niet. Nee, je bent echt constant aan het pushen, gewoon. Het is gekhuis. Maar dat is wel echt top. Aan het pushen, dat is niet jij. Kijk, ik heb een nieuwe. Lekker pushen. Lekker pushen. Roy wil douchen. Hier, Ghost. Hey, nice. Ik heb nu Ghost. Goeie shit. Dus ik ben nu voor. Vanaf nu kunnen ze hem niet meer spotten met UAV's en shit. Dat is heel fijn. Even lekker poepen. Charge and field upgrades. Oh. Ah. Hey. Oeh. Ah. Field. Yeah, yeah. 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 Wow. Yeah. Woo. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Woo. Woe, attention! 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 Iedereen lief, ouwe, waarom? Oh kijk, er komen weer mensen bij. Als één iemand moet joinen, dan kunnen we beginnen. Ze denken, we zien royalisten, we zijn de lul, we gaan weg. Ja, ik denk het. Even kijken hoor, wat hebben we hier allemaal staan? Robin, 1 euro. Yo Roy, zieke auto heb je gekocht. Lekker bezig met YouTube, jongen. Wanneer ga je nog eens 5M spelen? Allereerst, dankjewel. En de tweede 5M, I don't know, man. I don't know. Misschien binnenkort weer. Ja, dat is de GTA 5 mod. Dat is wel heel vet. Robin, 1 euro. Oh. Ja, je loopt denk ik 0,5 milliseconden achter. Game. Oké, dan ga ik daar zo nog even naar kijken. En Ruben met de 1 euro. Yo Roy, gefeliciteerd met je nieuwe dikke wagen. Het is je gunt. Ik hoop dat jullie een keer naar Duitsland gaan met jullie zieke wagens. Dat gaan we zeker doen. En dankjewel, man. Ik lief deze even, hoor. Dom, want het duurt te lang. Het duurt te lang. Shootouts. Sta hier al een tijdje. En we moeten door, want Call of Duty willen we gewoon spelen. Wat is dit? Precision Airstrike. Weinig. Sun. Slijp. Remote controlled UGV. Wow. Ja, Domination Shootout. Ja? Echt wel? Ah! Oh shit. Oh shit, ouwe. Let's go. Staat van wit ook wel. Ik wil sowieso wel even iedereen muten. Oh, kijk eens aan. One kiss is all it takes. Fall in love with me. Possibilities, I look like all you. One kiss is all it takes. Nee, is geen domination hoor, Don. Is team deathmatch of niet? I guess so, bro. Wow, mijn game loopt helemaal vast. Oh, mijn game loopt vast, man. Wow, wordt even een headshot daar. Wordt even gepauperd recht op mijn pauperd hoofd. Van wie was die? De paupermaat. Oh, UAV. Oh, goeie shit. Oh, ik ben geraped in mijn aars. Die guy was goed. Wauw, hoe dan? Hoe ga jij niet dood, maat? Hoppatee, bam. Wauw, maat. Twee keer met shotgun, je gaat gewoon niet dood. Sommige poppetjes praten als Arnold Schwarzenegger. Mindspirit.
Heb je ook weer Ghost? Ja, ik heb Ghost, ja. Dus ik ben beschermd voor UAV's. Dat is wel echt goede shit. Wow, dikke bombardementen, maat. Wow, man. Ik span gewoon letterlijk tussen de enemies. Wow. Dat was chill, want dan had ik gelijk 5 kills. Fuck. Zit daar toch nog iemand in het hoekje? Kom, als je doodgaat, blijf je claymores dan staan. Nee. Ik ga eerst gaan. Ook span tussen de enemies. Lijp, ouwe. Huh? Ik dacht dat je dood was, ouwe. Precies op het moment dat ik schoot, ging ze liggen. Dus ik dacht, huh? Die is gewoon dood. Wow, ik zag gewoon een enemy spawnen. Dat was lijp. Daar dus. Power. Wauw, wat een camper. Hij zit al voor de 1000ste keer om het hoekje te wachten, man. Eikelbijter. Ja, ik weet wie je bedoelt. Mij nu ook namelijk. Oh, oh, oh. Wow! Damn. Wow, dikke cruise missile, maat. Ja, die heeft jullie echt allemaal genakt gaan. Beetje, maat. Net klaar met zijn shotgun, hè? Oei, oei, oei. Claymore blijft dus niet staan, hè, als je dood bent. I know. Laatste kill schijnbaar. Heel slecht dit bordje, man. Wow. Ja, het waren best wel goede enemies, hoor. Ja, dat moet ik wel zeggen, ja. Het waren echt geen slechte. Hey, dit is mijn play of the game. Kijk, dat ben ik. Dat is focus, joh. Of course ben jij dat, hoor. Jij bent een pro gamer, man. En toen werd ik opgeblazen door een claymore. Daar stond net. Ik sprong in de claymore. Oh, dat was echt zo'n momentje. Ik ging gewoon letterlijk 15 om 15. Oh, fuck. Ik heb jeuk aan mijn rug, jongen. Even kijken, we hebben nog meer donaties, namelijk bijvoorbeeld van HMK YouTube, 1 euro, dankjewel. Diego met de 3 euro, die zegt, ga je de Audi ringen ook zwart maken, net zoals de auto van Don? Weet ik niet, twijfel ik een beetje over. Ik vind namelijk momenteel, zoals mijn RS7 is, heel dik, juist met die zilveren Audi ringen, omdat ik ook heel veel zilveren contouren nog in mijn auto heb zitten. Dat maakt het heel ziek. Dus weet ik nog niet. Ga ik even over nadenken. Pietertje met de 3 euro. Vakker Roy, hoe gaat het? Je bent echt een dikke baas. En je hebt ik heb een trui voor Sinterklaas gekregen van jou. Echt super blij mee. Lof naar jou en ga zo door. Pietertje, dankjewel bro. Dankjewel. Hey, en ga eens naar je weapons en dan naar launcher. Weapons en dan naar launcher. Oh. Wat dan? Er was één launcher die heette Pila. Echt? Ja, dus als je dronken bent moet je die lounge nemen, dan ben je helemaal Pila. Is dat weer straattaal ofzo? Ja, Pila. Smoke Pila.
Okay, let's go. Don. Roy! Even een potje gamen! Mijn game loopt vast. Oh, daar gaat hij. Oh, ben ik ook confirmed. Goeie shit. Bam. Oh nee, ik wil confirmed, serieus? Ja man. Leuk. Fuck! Mijn game loopt helemaal vast, man. Echt? Shit. Ja. Elke keer van het begin van je potje loopt, lekker hier. Jezus, camper, camper, vuile camper, goed zo, Roy, pak hem. Die guy zat een kip als een gek. Ook lekker die doctags oppakken. Oh, bijna triple kill. Ja, maar ik haal het kip in front, want ik ben altijd die guy die kan oppakken. Waarom worden er zoveel semtex op mij gegooid, maat? Later, bro. Achterna. Wauw! Fuck! Hij heeft mij ook nog. Ah, wat een paupertje. Die werd even aangepakt. Wow, ik had dikke double kill, maat. Oh, gek. Wow! Als ik die ook nog had, ze komen naar ons. Ja, goed. Rest van je. Fuck! Even aangepakt. Fuck! Activeer ik net bij echt science. Oh, jammer. Oh nee. Oh, ik heb hem alsnog. Je bent hem wel kwijt bij dead science, denk ik. Hij heeft geen feest. Ja. Ah, hij is onder de hoek te campen. Vuilen, vuilen, vuilen. Loop ik gewoon recht de neet in. Oh, wauw. Loop er gewoon letterlijk in. Ik ga wel scheef, maar ik verloor het wel. Laat eens maar eens. Letterlijk geen idee waar ze... Nee, toch weer dat snelle switch aanzetten, man. Nu, ik had een perk aangepast dat ik niet meer dat ik niet snel van weapon switch, maar hey, enige perk die je hebt zit in je neus. Yo, ik man, ik kan ze nu gewoon echt even niet vinden, hoor. De hele tijd kijk op de verkeerde plek. Ja, ik ben kill confirmed, wil ik voor die doctags gaan, dan gaat het helemaal missen. Dankjewel. Maar dat je ook een keer dood gaat na 5 keer schieten met een shotgun. Ah, wauw, ik moet mij hebben. Later, bro. Oh, sta je daar weer even lekker te campen. Molotov cocktail unlocked. Ah, daar stond je dus, helemaal rechts. Bezig ineens, joh. Oh ja, tegenover staan. Ik begon heel goed. Wow, ik heb nog een kill, ouwe. Wow, ineens heb ik allemaal kills. Ik heb ineens 9 kills.
Wow, ik ben gesniped. Zo kan die het. Shotgun. Oh, zit je er nog steeds, ouwe? Jij bent echt heel ziek. Jij bent echt heel ziek. Er zit gewoon het hele potje daar, gewoon met je shotgun. Wow. Echt heel. Oh, wow, ik had gewoon een kill in mijn flesje. Jij bent echt heel slecht. Sta op. Achter zet. Wauw, hij headshot met mijn man. Kan niet. Dat kost een mappie bom. Dankjewel. Hoe weet hij waar ik ben, jongen? Radar weer aan. Links. Had ik ze niet verwacht. Oh, hij heeft hier in de lucht aan. Wow, waar zit hij? Waar de campers af en toe, man. Ja, dit is hoofdpijn hoor, die Harrier. Die gaat heel innerlijk worden, die Harrier. Oi, oi, oi. Wat, ik ga de hele tijd... Hij is gesloopt, volgens mij. Wat is dat voor ding, joh? Net zo lekker, maat. Nu is het hele streak. Ja, ik zit ook te kut hoor. Echt niet normaal. Oh, die gast. Eindelijk. Eindelijk. Kom dan, kom dan, kom dan, kom dan, kom dan, kom dan, kom dan. Headshot! Nou ga ik dood. Ze pushen goed, man. Ja. Ai, ai, ai. Ik begon heel goed. Wow. Uiteindelijk ging ik heel slecht. Ik heb wel 23 kills, maar ik ben ook gewoon heel vaak dood gegaan. Ik heb niet eens een idee hoe vaak. Wow, ik ben heel vaak. Welk wapen is dit, ouwe? Dit wapen is zo lijp. Niet normaal. Ja, dit is sowieso play of the fucking game. Jongens, kan iemand even in de chat laten weten hoe dat wapen heet? Want dat wapen is ziek OP, ouwe. Wai, yo. Hoi, Noem maar. Wat up? Pit ik hier of niet? Ja, wat je wil. Ja? Mij heeft het wel. Ja? Ja? Wat jij wil, ouwe. Even kijken. Double time. Welke had ik net dan? In plaats van perk 2 had ik... Ik had net een perk aanstaan waardoor je snel van wapen switcht. Faster weapon swap, ja. Ga ik toch wel doen. Dat is toch voor mij wel veel handiger eigenlijk. Ja, 100%. C4. Zeg wel. Doe mijn Mercy to end safe 4. Hey, we zijn een tier up. Tier up. Team Deathmatch op Shooting House. Ja, dat was leuk. Ja, dat was goede poep. Dat dan focus ik niet zo op die tags, man. Dus ik wil die tags focussen. Je wil alleen maar die dingen pakken, zeker. Goud die man. Hoi. Maar is er zo'n pauper goede SMG dan? Happening, meneer.
Minyang! 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 Good bro! You're not hearable if your headset's not up, bro. Are you good, bro? Fucking fine, bro. Okay, there we go. You like some big gameplay? Komt ie. Kijk, nu kan ik gewoon weer snel switchen. Is veel beter. Welke perk heb je? Ik heb nu die amped up uitgezet. Which perk? Juist. Aan. Hier. Doe de nek raken. Oh, ik denk dat vast. Yo! Wauw, oké. Wauw. Vast mijn game loopt elke keer vast aan het begin van het potje, man. Ja, maar dat heb ik ook. Nu loopt het vast. Helemaal vast. Nu ga ik daar ook dood door. Yo! Jij gaat keihard dood. Off just timing. So, smoke. Who is smoke? Die oude is OP, ouwe. Nee, die is goeie wel, hè? En weinig kogels in een magazijn. Wow, niks stond in vorm, ouwe. Beter. Geshotgun, hoe dan? Kolo, goeie! Wow! Oké, twee in het midden. Eentje op ons spa. Ik wist het. Af en toe zit er zo'n vuile spam trapper tussen. Refire ik al. Nice, Dom. Nice. Ga maar drie keer dood en... Probeer maar even te knijven, joh. Wat een lullootje. Zou ze deze kant nu spawnen? Dat achter de auto volgens mij, man. Ja, achter die bus. Ja. Oh, wat een C4'd. Ik heb hem. Sowieso rechts hier. Zo. Yep. Ah, hoe kan ik hem niet geïnteresseerd hebben, man? Links spannen. Kills te maken daar, want ik heb... Hier, yep. Deze achter die bus. Ben je dood daar? Dat is twee daar, met shotkey. Een shotkey. Dat is de rug, sowieso. Deze kant, die 2-1. Hier zijn ze. Zijn die hier. Oh, dit is een kill gun. Jammer. Eentje net niet dood, nu komt hij de hoek om te rijden. Huh? Oh, links. Kills. RPG. Dat is even een UAV'tje in de zon. Oh shit. Ineens maak ik allemaal kills die. Nee! Fuck.
Wow, een headshot, wow. Als iemand, als een poppetje beschoten wordt, gaat iemand met zijn mond. Open potje weer, man. Ja, hè? Niet tevreden over, hè? Ik weet het niet. Gewoon niet tevreden over. Nee, dit gaat niet helemaal lekker. Nou, hoeveel ging het nou uiteindelijk? Hier, kijk hem even zitten, joh. Wat ben je nou aan het doen, joh? Zit je... Al die OG's spelen Fortnite. Of, sorry voor de verspreking. Al die OG's spelen Call of Duty. Al heel lang, allemaal jaren. Die hebben super veel ervaring, man. 13 om 16. De meeste gemaakte kills was 20. Maar we echt aan elkaar gewaagd. Dat is van de tegenstander. Yep. Aim stability, aim walk. Ik zie de hele tijd dat ik iets ontlukt. De LMG's heb ik nu ook. Even kijken, waar kan ik een perk instellen daar? Oké! Headquarters op Shoothouse. Dat zou wel, wel lachen zijn. Dat zou ik wel echt even lachen vinden. Zo, we zijn inmiddels alweer lang live, joh. Ja, we zitten echt lang al te maaien. Ik denk. Ik heb er helemaal geen erg in. Gewoon absoluut niet zelfs. Heerlijk. Lekker Call of Duty spoilen. Come on. Nee, dit wordt mij een beetje mijn perk. Ja, ik heb helemaal ingesteld zoals ik wil. Ik heb mijn nagels zo kort geknipt dat het helemaal pijn doet daaronder, weet je wel. Oh, maat. Wow, ik word er wel naar van als ik erover nadenk, gast. Dat heb ik echt nooit. Voor headquarters op Shoothouse. Jezus, dat gaat chaos worden, gek. Kan je eigenlijk in die helikopter? Nee. Maar headquarters ben je toch gelijk dood? Nee, headquarters is zeg maar als die headquarter eenmaal gecaptured is, dan, dan mag je niet doodgaan, want dan span je niet. Tijdens die headquarter period, zeg maar. Headquarters, zo weinig speelt. Verslaafd aan kot, maar dan kan ik me niet meer herinneren hoe dat werkt. Headquarter. Dat speelden wij nooit, altijd een combination en shit. Oh, hij loopt helemaal vast. Oh god. Oké, we kunnen hem nu capturen. Zit je met zijn shotgun in zijn riot field te campen dan, die lul, joh? Ga lekker camp-pauper spelen dan. Wat een pauper, joh. Mm-hmm. Wow. Yeah. Wow. Dit daar kost een mappy. DBO. Er zit daar één iemand, zit gewoon te snipen. Ja, even game loopt, man. Jezus. Waarom kill ik iemand? Wat is er nou weer in één keer aan de hand? Wat is er voor vloek? Sterf jij niet, joh, mijn god. Zo'n gekke. Zit er niet. Eindelijk. We're disabling the HQ. HQ secure. Headquarter disabled. Now I'm fucking there, bro. Allemaal daar. Wauw. Oh, wat een lekker wapen is dit, joh.
ik zo focus? Waarom piek jij zo smerig, maat? Kom maar, oké, okay, dit is de beste headquarters om te hebben, man. Fuck! Ja! Ik speel objective en dan word ik gepakt. Mooi, man. Mooi. Mooi. Ja, vind ik mooi. Vind ik mooi. Dat ik lekker objective speel en dat ik daar zo goed voor word beloond. Dan krijg ik de streak op mijn hoofd. Oh, he, ik dacht dat je weet dat ik kon respawnen. Echt kaart aan het slopen nu, hoor. Is echt kaart aan het slopen nu. Is het iemand gewoon met een shotgun bij die headquarters in camp? Wat zo gezien van. Is echt keihard gesloopt. Ja, ik eindelijk die camper. Goed. Flash. Fuck, zit hij er weer hoor binnen no time. Jezus man, dat zei ik bij. Enemy UAV overhead. Get ready, we move soon. Wauw, man. Fuck! Mijn snipe. Achter ons. Ja, ze hebben hem, man. Als we op deze kant gaan spawnen, gaat het sowieso niet. Wow, die wil ik terugzien. Spelen ook nog maar met z'n drieën voor de record. Hoe kan dat? Ja, ze lieven allemaal gewoon onze teammates. Nog eentje op de objective. Eentje is fucking weak. Ze zijn allemaal dood. De hele game tript hem, hè. Wow, kijk de killfeed! Holy mokers, maat! Holy mokers, maat! Ik had echt 7 kills of zo op rij, zoiets. Legit. Legit, gast. Snijp me met zijn fucking kutte. Wow. Ouwe, jongens, hoeveel kills waren dat op rij? Legit, hoeveel kills waren dat op rij? Ik ben echt benieuwd. Die guy met die shotgun en die riot shield, daar word ik zo pauper gek van.
gelukkig is. Maar echt koud of veel. Shit. Met die light shield echt one shot, zit links achter de container. Hij is dood. Zo, dit was een hele smerige kill van mij. Die riot shield guy, jongen! Ik word helemaal lijf, hè? Wow! Ik hitmarkte hem 1 miljard keer en dan gaat die pauper, die loopt alleen maar te godsamme. Jezus. Oh, ik ga zo fucking ziek. Als ik het spel leuk vind, ga ik ook helemaal lijf komen winnen, hè? Zit een radar in, ja? Wow! Wow! Fuck, hij zit erboven. Oh. Zo, ik ging ziek, ouwe. Ik ging echt ziek. Ik ging echt heel ziek. Jammer. Game is dit, joh. Get ready, nu gaat weer helemaal drift op dat spel, hè. Ik wil naar mijn zin. Als ik zo boos word, heb ik ook gewoon naar mijn zin. Oké, okay, eentje dood. Ik zit er ook nu echt helemaal in, hè. Oh, wow, ik word gewoon gespankeld. Semtex. Ja, die airstrike. Wow. Ja, die is goed geplaatst. Ja. Te veel, 3 daar. Ik heb dubbel kill. Wow. Nog een airstrike. Oké, okay, double kill. Ligt er nog eentje ergens? Oh, daar. Oh, door de muur! Ja, maar tuurlijk. Ja, joh. Oh, dit is echt een ziek uitkwart, de muur er weg. Oh, I fucked it up. Dood. Fuck, ik ben nu echt kills aan het maken ineens. Goed. Wow. Gasten droppen weer zo'n dikke airstrike. Zit je hier echt? Ja. Oh, wow. Zal hem zien in de hoek. Oh, wow. Hij zat daar gewoon, ouwe. Yo, really? Jesus. Oké. Zo, dat had ik echt niet verwacht, gast. Maar kom. Jammer, dit weer. Harrier moet eruit. Ik zweer het, als we die niet eruit schieten, hebben we een hele erg. Wow. Ik kom gewoon even in, hè. Oké. Ik word helemaal gespant. Schiet dat pauper ding uit. Ja. Ja. Ik heb geen launcher of iets. Hij schiet mij uit. Ja, ik schiet gewoon direct. Ja, eigenlijk. Ja, dat is helemaal vast. Die guy met dat schild, hè. Oi. Ja, man. Je killt mij letterlijk terwijl je het zei. Oh, ze hebben zelfs zo'n zieke gunnership of zo. Ja, heb ik hem nou een keer? Ja. Maar ja, oh, ik staat er nog eentje op de objective. Ze hebben hem. De rest van je maat, gaat iets zien. Het
ging lekker, man, in potje. Ze hebben ons compleet geboord, ouwe. Het ging echt lekker, 43 kills, maat. Wow. Ja, ik ging echt goed. Ik had echt slecht potje. Kijk, ik hoop dat ik playoff game heb. Ja, kijk. Let op, Don. Let op. Double kill. 3, 4, 5. Dat was nog 5. Ziek, hè, gast. Hoe heette dat ook weer in Black Ops? Multikill. Nee, Quadra kill, triple kill. Ja, quadra kill. Ja. Relentless. Dat soort shit. Relentless, ja. Oh, dat was zo lekker als je dat in. Ja, man. Merciless. Je had al die shit. Merciless, dan was je zo blij. Wow. Ja, Relentless was volgens mij 15 kills. Weet je nog een Merciless, dat was 20 kills. Was je zo blij als dat Bloodthirsty, 5 kills. Bloodthirsty, ja, dat was lekker. Ja. Kill confirmed, ja, hoor, weer. Gast, ik zit lekker te spelen, maat. Nee, niet kill confirmed, maat. Ja, we moeten wel. Die komt nu. Daan, 1 euro, Don en Roy zijn legends. Dankjewel, Daan, voor de 1 euro donatie. Zo, dat vorige potje ging wel echt goed, man. Ja, dat ging goede toeien. Dat ging wel goed. Yo. Roy, die draagt nooit een hoed. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Wie kent niet Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas. Wie kent hem niet? Dat vind ik echt een van de beste Sinter-songs ever. Ja, dat is een goede shit, bro. Sinter-songs. Straks is het dan Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas. En natuurlijk Regenboogpiet. Of zo. Of Veegpiet. En natuurlijk Veegpiet. Vreselijk, ouwe. Echt ronduit vreselijk. Oké, anyhow. We gaan weer lekker een potje spelen. Een keer confirmed. Shoot-ass, mignon. Alles goed, Roy en Don en de kijkers. Ja, met mij gaat alles goed. Met mij gaat alles goed. Mignon. Regenboog. Hoe je dat zei. Gewoon meer hoe je het zong. Hoe je het zong. Sinterklaas en regenboog. Ja, het is toch allemaal verpauperd, jongen, dat hele feest. Gast, ik mijn game. No prisoners. Shoot a kill. Ja, ik wist het. Iemand ging het doen. Oké. Dan heb ik even gepauperd hier. Nee, daar duwt. Dat riot shield guy zit nog steeds in dit potje. Wow, het rage quit ik van hem. Nee, ik quit niet trouwens. Wow. Jij komt daar vandaan, Daan. Fuck you, bro. Er zit nog een of andere pauper die ik niet heb. Hey, de riot shield nerd. Wat gebeurt hier? Ik spring in zijn C4. What, bro? Oh, ga ik nog net dood door die nade, pauper. Ik zit er echt goed in, ouwe, nu. Ik ook, man. Ik ga nu echt ineens heel hard. Wow, ik heb veel kills in één keer. Ik had in één keer 5 kills. In één keer gewoon, bam. Echt? Ja. Ja, het zit in de hoek, man. Ik wist het! Ook echt met one shot van zijn shotgun, jongen. Helemaal ook. Ja, ik heb hem. Zijn de paupers? Linksachter. Een momentje dan. Geef mij even. Ja. Lekker, bro. Kill confirmed. Zie. Nee! Pauper! Waarom headshot je me nou, joh? Beunhaas, minje. Kom op, bro. Wij zijn een van de beste in het potje nu. Dus let's clear this shit.
Scavenger pack zit hierop, dat is goede shit. Assist! Nee! Oh, komen we van twee kanten gespand. Oh, ik was van achter fucking honest. Iemand heeft 16 kills, maar niet helemaal geen Wauw. Shotgun. Enemy at the cargo container. Fuck. Wow, hij spot. Het speelt recht voor mijn neus! Nah, joh. De Klaas, wat de fuck doe je, man? Ik zweer, als mijn gebruikersnaam Sinterklaas kon zijn, dan had ik het gedaan. Sinterbaas. Hem ook nog had, jongen. Oh, wat echt lekker geweest. Fuck, fuck. Wow, 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 ze spannen ineens aan de andere kant, ja, man. Ja, ik zei dat. Ik zei dat. Ja, weer een killetje, hond. Ik ga nou lekker. Nog een killetje, hond. Zo, er zitten drie daar achter op de spawn, ouwe. Zo, is er nog één aan. Stunt. Wow, ik ga ineens heel goed. Wauw. Wauw! Word je gewonnen. Gast, ik had knijt veel confirms, maat. Gewoon 10. 24 killers! Lekker, ouwe. Hey, dat ben ik! Lekker potje ook, had ik niet verkeerd. Nee, je hebt elke keer de ziekste play. Jij bent heel goed met het switchen van wapen, ouwe. Dat ging wel lekker. Ja, je moet overkill gebruiken, man. Dat is echt goede shit. Donaties! Let's see! Maar ik heb die nog niet unlocked, hè? Wat zeg je? Ik heb overkill nog niet. Nee, als je dat hebt, moet je dat echt doen, man. Met shotgun en AR spelen. Ik vind dat echt heel relaxed. King Alert 1978, 3 euro. Ik wou een frikandelbroodje kopen, maar die waren op. Dus neem mijn geld. Hey. King Alert 1978. Dank u, Serbieten. Dank u, Serbieten. Bas van Dorp met de 5 euro. Yo, Roy, jij en Don maken echt leuke vlogs. Vooral die toen jij een scheet liet op de pizza van Don. Yeah, that was such a good time. Vond ik ook heel leuk. Dat vond, kon ik waarderen. Dat vond Don ook inderdaad heel fat toe. Kon ik waarderen. Waarom hebben we alleen deze fucking map dan? Ja, 24-hour shootouts. Oh. Vind je niet leuk dan? Het is constant sensatie. Dat bedoel je met. Diego met de 3 euro. Op kot heb je 5 kills. Oh, op kot heb je 5 kills Bloodthirsty. 10 kills Merciless. 15 kills Ruthless. 20 kills Relentless. 25 kills Ruthless. Brutal. Ja. En 30 kills een Nuclear. En alles boven de 30 kills is een Unstoppable. Zo was hem. Oh, gast, dan keek ik Jaraski en dan zag ik al die Unstoppables in beeld komen. Ja, dat is lijp shit, hè. Die maat, die had kills, jongen, die guy. Wat een topper, ik keek hem altijd houden, gauw. Ja, was je fanboy? Nou, dat, ja, toen ik jonger was, was ik fanboy. Maar daarna vond ik het gewoon goud om te zien hoe die guy gamet, houden. Dat waren echt de tijden. Kijk hem nu nooit meer, dus ik heb geen idee hebben of crowd Call of Duty upload. Maar, want ik heb daar echt goede tijden aan beleefd.
helemaal vast. En ik heb een headshot weg. Dat is logisch. Kill confirmed. Later. Ze gaan hier spannen, let op jongens. Right here. Die komt, die komt, die komt, die komt, die komt. En aan deze kant. Ja, enemy UAV overhead. Alsjeblieft. Hoe dan? Die fucking lelijke harsjes om die hoek te campen, joh. Jongen, jongen. Enemy at the junkyard. Hoe dan? Hoe dan? Vertel mij hoe. Vertel mij hoe. Als je dat kan, dan ben je fucking. Wow. Oh, is dit zo'n lobby, ouwe? No, echt? Ze zitten met z'n allen in de office te campen, man, daarboven. Oh, letterlijk twee guys sterk. Legit. Dat hoor ik de hele tijd. Welk gun is dat? Die zij gebruiken dat je na twee seconden ook al niet bent. Fuck! Fuck! Saai potje dit, man. Heel sloom. Iedereen campt heel erg. Ik heb hem in mijn... Helemaal niet leuk, gewoon. Hier zit maar een beetje te campen van de tegenstander. En ik ben geen shot. Dat was 3 kills, hè? Oh, ja, ik ga ook heel saai, maar dat komt ook gewoon omdat ik echt iemand tegen kan. Yes. Nu weet ik waar ze zijn. Ze zijn weer van alle kanten geboord bij die poffers daar, man. Ze zijn nu bij die fans. Er eentje daar. Sparrow schijnt nu naar achter. Yep. Fuck, ik kon niet liggen. Wow! Misschien krijg ik een testbeer. Assist. Pak er even de key ofzo. Guys, ook weer geclaimord. Oi, oi, oi. Ah ja, nu ging ik ook even blind voor de confirms, man. Dat moet je inderdaad niet doen. Hij is gewoon dood. Zo, dikke double kill daar. Weet je goeie? Dan pauper je even overal die C4 heen. Hij gooit C4 op me! Hij plakt het op me! Hoe dan? Een dikke longshot, maat. Wauw, ze staan allemaal in het raam, ouwe, van het kantoor. Oh, wacht, ik spannend. Ik heb een hele mooie plek om ze nu te pakken. Ik zie ook gewoon helemaal niks al trillen, jongen. Het hele gebouw dat trilt uit elkaar. Oh, ook een gast. Dus inkijken gaat even rennen voor zijn confrontaties. Komt dan. Nou ga ik een keer campen, kom. Kom nou even naar boven dan. Wow, die guy met die riot school, gast. Hij zit nog steeds in de game, ik wist het niet. Hebben hem. Komen weer twee gasten boven. Ja, dit potje is niet leuk. Weet je waarom dit potje niet leuk is? Want ze alleen maar boven nu campen in die office, man. Dat is al de hele tijd zo. Nou, maar dat is toch saai? Ik vind dat echt heel saai. Ja, ik ga nu gewoon puur naar boven om ze eruit te killen, maar anders... Kom ik er nooit. Kijk, we gaan gewoon die offer overnemen. Lekker voor ze.
claymore houden. Ga ik hier ook gewoon even lekker liggen. Oh, hij fucked up. Hij fucked up. Waar? Hier weer in die office. Oi. Nog steeds in die fucking office, bro. Wauw, scheef. Dat was heel scheef. Ja, er zit nog eentje maar in die office, man. Eentje maar. De rest is doodgeschoten, zojuist. Ja, maar ze gaan eten weer terug, dus het maakt niet uit. Een soort van onkruid. Je kan het wieden, maar het komt weer terug. Echt heel lijp. UAV is out of fuel. Returning to resupply. Oh, maat. Oh, het kan ook schrikken als ze... Ik heb niet aangekomen, maat. Wow. Mid boven, man. Fuck! Oké, eentje op spawn. Die wordt gespantrapt. Zo, ik denk dat ik veilig sta. Ik verstop me nog. Voer op port. Ah, hier ben je. Nee, dat duwt. Zo is er weer in de office, let maar op. Oh, ga je nou echt net niet dood? Wow, one shot in office, man. We are winning. Increase the lead. Enemy in the cargo container. Ze rennen allemaal naar die office als het mieren zijn die op zoet afkomen, hè? Ik zweer het, ja. Ik weet het. Het is echt vreselijk. Het hele potje draait het al om die office. Het hele potje al. Waarschijnlijk gewoon het gevoel dat als ze daar zitten dat ze lekker veilig zijn ofzo, ik weet het niet. Ik zie er nu gewoon letterlijk twee omhoog lopen daar. Ja, man. Dat is echt gewoon terror. Wauw, ik loop er eentje net achterna. Ik heb een granaat naar binnen gegooid. Nou, ik vind het echt heel jammer. Onmogelijk dit potje. Wat hebben ze met die office dan? Wat willen ze daar? Wat doen ze? Nou, gewoon campen. Ja jongen, jij bent zo'n vieze mogol, echt. Weet je welke map het allerleukste is? Alle kop. Met die container gaan. Modern Warfare Remastered. We hebben gewoon geen man. Reet aan, man, dit potje. Ja, ik had dat 20 kills. Ik vond er echt geen reet aan. Nee, dit potje was echt. Waarom campen de motherfuckers, maat? Hier, hij sprong weer uit die cargo container, natuurlijk. Jongen. Ja, dan moet je dus eigenlijk gewoon een game mode hebben, zoals Domination of Headquarters of zo. Dan. Ja, kom gewoon normaal dan Domination kan je dat niet dan doen. Met alle mappen. Dan kan je dat niet doen. Kom Domination met alle mappen. Dat is niet gewoon. Leuk, man. Tenminste, ja, ik vind het niet heel chill. Ja, omdat ik vind de maps op Modern Warfare. Echt serieus te groot voor 6 tegen 6 game modes. Behalve deze. Maar verder vind ik de maps op Call of Duty echt te groot voor 6 tegen 6. Maar ja, dat is mijn mening. Ik vind het gewoon echt bizar grote maps op deze Call of Duty. Ze campen gewoon zo verschrikkelijk veel mensen. En daar word ik echt triggerd van. Ik wil nog even één keer... Oké, het is weer kill confirmed. Fuck it. Nee, is goed. Prima. We gaan wel eventjes dan Domination doen, ja? Gewoon normaal Domination. Of wil je Search and Destroy doen? Dat is ook wel echt een OG game mode. Nee, gewoon lekker Domination met alle random maps. Dat lijkt mij het leukste. Oké, cool. Let's go. Battle hard. Oké. Crash Domination. Let's see. Jij er ook bij? Ja, hij zit er ook. Is dit Crash van een eerdere Call of Duty? Zo. Sure. Zo, heel goed.
Heel goed. Crash. Crash is trash, nee. Crash. Wat rende. Maat, ik heb best dorst. Hoper. Let's go, gast. We moeten weer. En dit keer dus... Nice. Ja, dit is wel een oude Call of Duty map, man. Volgens mij is dit van Call of Duty 4. Volgens mij is deze van Call of Duty 4. Ja, man. Deze is leuk. Deze is leuk. Crash. Crash! Ik weet het niet zeker. Maar deze map is prima te spelen, man, met 6. Volgens mij deze inderdaad wel. Maar ze hebben natuurlijk ook het hele spel weer geüpdate, hè. Misschien hebben ze daar wel rekening mee gehouden. Misschien was er meer over geklaagd ofzo. Maar dit is wel de Call of Duty, man. Deze is van Call of Duty 4. Ja, cent. Godsamme Jan! Als pauper je even 25 magazijnen mars op te zetten. Oh, mijn hele spel loopt vast, kut. Ik ben nu op A, man. Ik heb echt nog net niemand gezien. Ik vind die oog tot nu toe het lekkerste... Hij speelt wel goed, hè? Jongen, ik span in een... Maat, waar zijn al die enemies? Ik heb er nog geen één gezien. Ja, in die huizen allemaal, maat. Allemaal in die huizen. Maar mijn game loopt de hele tijd vast, man. Ik kan niet normaal spelen. Dus even opnieuw opstarten anders. Eentje op B nu. What the fuck is aan de hand? Yo, we're gonna board a man at you. Wat gebeurt er allemaal? Waar halen zij überhaupt de kills vandaan? Want ik zie niemand. Ja, hè? Ja, maar zij gaan gewoon in een gebouw zitten en zitten schieten. Ja, daarom. Ik vind gewoon shooting house vind ik echt leuk, maar... Alles daarbuiten, zeg maar, dan campen mensen gewoon zoveel. En dan moet je ook wel hetzelfde doen. Je moet wel meecampen, weet je wel. Bij deze kot valt het mee, jou. Bij deze kot valt het mee? Het campen? Nee, bij deze map. Hoe ga jij niet dood? Ik heb echt wel de hele tijd counter UAV trouwens. Ja, ik ook, man. Terug. Daardoor weet ik ook gewoon niet waar je vandaan beschoten wordt. Ik weet sowieso niet waar ze zitten. Oh, niet jou. Ik heb gewoon even in het gebouw. Maar er zitten ook maar 3 enemies, ouwe. Ik heb er. Snijp er gewoon even. Reloading. Oké, we hebben weer nieuwe enemies. Assist your team at B. All points are ours. Give them nothing. Ja, een paar maar. We lost Bravo. Een van onze teammaten staat ook gewoon letterlijk op een soort van
lantaarnpaal staat hij gewoon iedereen een beetje te snipen. We hold all objectives. Weet ik gewoon niet met welke gun ik moet spelen, man. Die oude is net het lichte ammo hiervoor. Yo, lekker Roy. Maar jij niet. Nou, oh ik heb nu een plekje waar ze wel vaak spawnen. Gevonden. Yo man, dit is niet normaal. Ik dacht dat Kevin wel mee zou vallen in deze map. Nee. Zei je toch? Maar dat is op elke map in deze Call of Duty. Dat heb je gewoon gekregen sinds dat er geen double jumping in Call of Duty zit. Dan gaat iedereen gewoon weer campen. Je kan niet meer makkelijk in een gebouwtje komen en zo, weet je wel. Oh. Kijk, zeg maar op Advanced Warfare en op Black Ops 3, Infinite Warfare, die drie Call of Duty's, daar had je natuurlijk dat hoge springen. Waardoor je gewoon, als iemand in een gebouwtje zat, dan kon je er gewoon letterlijk in jumpen, snap je? Door het raam heen en dan pakt hij hem gewoon aan. Nu moet je de trap pakken. En dat soort pauperzooi. Ze weten nu gewoon dat als ze lekker aan het campen zijn met claymores, dat je gewoon via het dak, via de trap moet komen. Dat weten ze nu. En dat maakt het heel gaar. Ik weet dat je het gaat doen, je wil nog een keer komen. Let ik niet op. B man, spak B. En wij pakken A. En nu heb ik een radar gen. Fuck, wordt niet verkeerd. Ellie man. Losing B. Dus je nou een fucking radar uit. Zitten weer in een rode gebouw. Oeh, dat is mogelijk! Even serieus! Wow! Daar zet ik niet overheen. Schiet hij me nu terug. Dat heb overleefd, is ook maar raadsel. Mag je lekker te campen hier, kampeerbeertje. Ja hoor, ja hoor, tuurlijk man, hij ja zit joh. Op het dak van Burgers, JJJ ofzo, zit hij weer lekker te kamperen. What's up, Pauper? Ik heb niet eens knipper met mijn ogen, ik ben al dood. En mijn game loopt weer helemaal vast. Kut. Oké. Dat is 1. Ik zit nu ook even lekker heerlijk te campen houden. Zoals al die tegenstanders van ons ook doen. Ik heb iemand gekillt met mijn claymore. Oh, wat een voldoening. Wat een voldoening dit. Ik ga nu ook gewoon mijn bommen op het dak gooien. Fuck it. Op het dak gooi ik gewoon die bommen. Kan je gaan door vijandige bommen of door ally bommen? Nee. Nee, dat kan niet. Lekker. Ik moet zeggen, ik ga nu wel goed, man. En op dat moment ga ik weer dood. Roy, je jinxed het voor jezelf. Auw. Het is wel gewoon echt een lekkere kot, man. Ze moeten gewoon stoppen met campen. Het is gewoon jammer. Zeker dat hier iemand boven zit. Oh. Krijg ik nog de kans om het te checken? Nee, dat niet. Oké.
Hier, dan heb je gewoon een heel potje domination gespeeld. Heb je maar 16 kills. Hoe dan? 7. Maar... Ja, verschrikkelijk. Ja, maar dat is toch... Dus zullen we gewoon weer... Ik ben een rusher. Zullen we shootouts doen? Ja, hè? Ja. Snap je? Even kijken. Nee, je hebt gunfight. Dat is 2 tegen 2 natuurlijk in een kleine map. Maar verder is shootouts gewoon echt een kleine map. Die hebben ze expres 24/7 standaard in de game zitten. Voor mensen zoals wij, die constant willen rushen. Daarom zit hij erin. Oké. Okay. Shootouts 24/7. Nou, nog een paar potjes en dan even done. Ja, is goed, bro. Is goed. Is goed, broski. Ik vind het wel tam te gezellig, houden dit. Dit wil ik echt vaker doen, man. Ja, dat is goed, shit. Call of Duty, ouwe. Wat een spel is het toch ook. Echt heerlijk, gewoon. Maar ja, vooral wat we nu weer gaan doen, dat vind ik gewoon echt heerlijk. Tactical foregrip. Oké, there we go. Kijk, domination. Lekker. Capture and hold the objectives. We've lost Charlie. Nu kan ik ook lekker met mijn augie spelen. Zo, wat is dit een vieze plek. Wow. Als je gewoon flashbang hoort, kan je naam niet van je... Nee, zie je helemaal geen pauperlietjes meer, hoor, als je geflashbanged wordt. Stunt. Nee, gewoon echt kut. Vast! Je moet hem gewoon even opnieuw opstarten, man. Dan ben je er vanaf. Zie je ook alleen? Maat, wat ben ik zo aan het slopen dan? Maat! Fuck, terug. Oh. Ik was aan het slopen, zeg. Jezus, wat is dit nou weer voor nieuw iets, joh? Assist your team at C. Ik moet echt zeggen, gast, ik ga echt fucking lekker. Fucking hell, bro. Ik ga echt ziek gewoon. Ik ken niemand. Ik ga 1 om 1. 1 om 3 bedoel ik. Jezus. Ah, hij zit er boven. Zo is hij nu aangeprobeerd. Enemy UAV overhead. Jezus, man! Echt wel pauper. You're needed at B. We're taking Charlie. We lost the enemy at the junkyard. We're taking Bravo. Enemy at the cargo container. Is het onder je, Don? Bij me, man. Ja, waarom span ik daar dan ook, man? Ik word daar zo boos om. Achter me. Fuck jou, bro. Zo'n vieze plek, ik snap ook gewoon. Ik sta er even lekker voor je. At
zo lekker eindelijk, joh. Er is een pauper in mijn rug. Maak net 2 kills. Is ook een map waar je niet kan campen, zeg maar. Nee, dat vind ik juist chill. Dus je kan alleen die office campen, weet je wel. Oh, heb ik jou niet dan? Ik hit je zo vaak, gast. Oi, oi, oi. Ik moet die hoek vaker pieken, man. Ik piek die hoek echt te vaak. Denk gewoon de hele tijd van, oh, kan je wel lopen? En dan, nee, ik ben net één aanlopen. Dus dan laten we dit doen. En nu ga ik wel iets beter, man. Lekker, man. Je heeft 2 kills gemaakt. Begon heel lijp, toen viel ik iets terug. Hoe, maar hoe kan dit? Oh, dat klonk echt net alsof ik moest huilen. Headshot, hè? Ja, ik word weer headshot. Ja, 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 tuurlijk. Daarom kill je me. Piece of shit. Allied UAV over. Ja. Ben sowieso. Dankjewel. Nog geen daar nu. Cent. Nee, rechts. Woehoe! I'm getting mad right now. I'm getting very mad. Hey! 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 Daar de hoek om. Oké. Beacon en pauper. Deze attacks, jongen. Oh, ik ga nu ineens lekker, man, van mijn noem. Weet. Fuck! Hoe nou, jongen? Hé? Ik ben even in zo'n zieke dead streak, bro. Nou, ik heb voor het eerst in een lange tijd terecht gekilled. Wow, dat voelde echt goed. Is er pauper, wat wil die? Winnen? Ik wist het! Altijd die timing, jongen. Altijd die timing. Ja.
Love in. Die is goed. Prank. Ze hebben eigenlijk maar één noob, man. Maar dat is echt wel een oké. Fuck! Shotgun moest nog reloaden. Pauper! C, achter je. Letterlijk 4 daar, ouwe. 4. Nou gast, ik heb 18 kills man, ik vind het mooi geweest. 32. Ik denk wel dat ik play of the game heb. Nee, niet eens. Zo, dan moet hij nog wel iets nog ziekers hebben gedaan, dat kan niet anders. 1 kill, oké. Okay. Oh, de final kill gewoon. Oh ja. Yaldi-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 
genoeg Call of Duty geweest. Maar ik ga morgen gewoon weer verder. Dat kan ik jullie bij deze garanderen. Ik ga morgen weer een Call of Duty stream doen. Want ik vind het gewoon veel te leuk. Dus ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken naar de Call of Duty stream. Ik ging er echt helemaal in op. En Don volgens mij ook. We hebben genoten. Het was fun, bro. I'm there, bro, now. But it was a good thing in zijn we. Ook veel. Alright, voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. En ik zie jullie weer uiteraard een volgende keer. Morgen om 4:30 bij een nieuwe vlog en bij een nieuwe stream in de avond. Laters.